wat je wil. Wat je moet, is niet altijd wat je doet. Heb je geld, heb je boem, niet noodzakelijk fatsoen. Woon je chic, woon je rijk, het is maar hoe je het bekijkt. Wil je fun, leef je los, ga je gang, Europe los in. Wat moraal, dat kan ook, liefde brengt je van de kook. 18 hoog, links een dood, valsheid hoort niet tot de soort. Eerbied wint, wat je bindt, weet de man die vreugde vindt. Bomen zien, door het bos, teugels strak en dan weer los in. Dennenbos. Zit je het nu, Godelief? Ik had u nog zo verwittigd, hè? Ik had dat nooit mogen aannemen. Maar ik heb het nu aangenomen, hè? Het is van mij. Met alle problemen van dien, ja. Ik moet er u wel op wijzen dat in het testament van uw familielid gestipuleerd staat dat u dit huis binnen het jaar bewoonbaar dient te maken. Nou, dat heb ik gehoord, ja. Pas daarna mag u stappen ondernemen om de 4 hectare grond die u eveneens geërfd hebt in de verkaveling te stoppen. Dus dat gaat mij veel geld kosten. U zal moeten investeren. Maar het is duidelijk dat dit geld later enorm zal lonen. In die verkaveling, gaat dat iets worden? Ook de andere gronden van de erfgenamen zijn erbij betrokken, ja. En zijn die al bouwrijp gemaakt? Voor het grootste gedeelte wel. En die verkaveling, die stelt in de praktijk niks voor. Zolang als uw stukken niet beschikbaar zijn, Godelieve, dus... Dus ik ben een sleutelfiguur. Daar komt het op neer, ja. Maar laat ik het anders stellen. Het zal van u afhangen vooraleer een aantal mensen met hun zuurverdiende centjes hier een lapje grond kunnen kopen en er een huis kunnen opzetten. En als ik dit huis eens goed bekijk, hè, ik wil maar zeggen, het geld is duur de dag van vandaag. Van een vergiftigd geschenk gesproken. Maar tante Zulma zal ons nooit een miserie gewild hebben. Je wilt misschien niet, maar het is nu zo. Maar nee, we vinden wel een oplossing. Ik ga er niet kamperen als het thuis wat je bedoelt. Wees gerust, dat zal ik ook niet doen. Maar als we inderdaad die grond en dat huis zouden kunnen verkopen, dan zouden we daar een goede frank kunnen aan verdienen. Het hangt er maar vanaf wat je onder een goede frank verstaat. Het zijn die kosten, hè? Nee, het is onkel Frederik. Hij was tenminste nog de enige die ons op voorhand kwam verwittigen. Dat stinkt, dat zeg ik ervan. Oh, kan dat nu? Maar die gast heeft andere bedoelingen. En ik zou wel eens willen weten welke. Het zou wel een mooi huis kunnen worden, hè? Als je Gert gisteren in de wagen hoorde vertellen wat hij allemaal aan dat huis zou veranderen. Zou die niet mee willen investeren? Zou hij dat willen doen? We hadden het er gisteren al over moeten hebben. Zet eens een kopje bij. Ga je naartoe? Kijken of zijn auto al op de parking staat. Die is er gewoonlijk toch al vroeg. Ja, uw pa zei dat je hier nog waart. Zet je klaar? Ja, bijna. Je moet er ook een kop voor op je lijf hebben om niet te komen opdagen op school, hè. Bedankt dat je mij wat depaneren, Koen. Ja, ik weet niet waarom dat ik dat doe, hoor. Je zegt het niet waard. Moet die aan ons in nu blijven duren? Ja, jij bent ermee begonnen, hè, macho? Ik wou Jeroen gewoon een poets pakken. Begrijp je dat dan niet? Ik ben dan misschien de grootste poetsenbakker van heel de school, hè. Maar dat soort dingen, dat begrijp ik niet, nee. Je was er nogthans ook wel van overtuigd dat we hem eens een lesje moesten leren. Een lesje, ja. Ga macho toch verdomme, houd u nu niet van de domme. Je hebt gewoon een vriend gekloot en dat stomme idioot. Als je daar nu niet mee op had, dan zal ik eens op uw bakken slaan. Het kan u niet veel meer schelen, zeker, dat ze u links laten liggen? Waarom? Omdat je alweer in uw oude gewoonte vervalt. En? Heb je vannacht goed kunnen slapen? Ik? Als roos. Als toekomstig miljonair is dat niet moeilijk. Kom aan, ma. Je hebt de hele nacht liggen woelen. Ja, je hebt gelijk. Ik heb slecht geslapen. Zeg, Jeroen zei dat je mij iets wou vragen. Maar nee, eigenlijk niet. Ze durft niet. Nee? Wat is het dan?
Niks. Jeroen overdrijft. Dan zal ik het op de man afvragen. Gert, wilt jij niet mee in dat huis investeren? Ik? Ja, ik zie niemand anders, hè. En er is niemand anders bij wie we terecht kunnen. Sorry, Gert. Nee. Vergeet het. Waarom? Dat is niet eens zo'n gekke vraag. Maar ik wil niet dat er een geldkwestie onze vriendschap kapot maakt. Nou, je wilt mij dus niks laten verdienen. Oh, is iets zo? Ik weet niet. Ik moet er eens eerst over nadenken, maar ik vind dat niet eens zo'n raar idee. Van uw pa zijn we dus voorlopig ook wel even vanaf op school. Ik zie niet in wat daar zo grappig aan is. Het zal het ons toch wel een stuk makkelijker maken. Allee, macho, je kent hem toch? Eens hij dan terug is, kunnen we het ons dubbel en dik bezuren. Dat is ook geen manier om over uw eigen pa te spreken, hè, Koen? Ja, ik weet het, ja, maar ik kan er ook niks aan doen. Zoals hij gisteravond thuis weer tekeer ging. Het was allemaal de schuld van die stomme leerlingen allicht. Nou, voilà. En als je dan de enige leerling in huis bent, dan heb je het vlaggen. Ja, jong. Papa's. Ik kan er ook over mee praten. Ja, is de nieuwe nog altijd zo kwaad? Nog een klein beetje. Ergens heeft hij toch wel gelijk, hè? Jullie zitten in de sportbusiness. Dat soort dingen kunnen jullie missen als de pest. Wat kan mij dat schelen, jongen? Trouwens, ik heb dat niet gedaan om hem te kloten. Maar een van deze dagen heb ik hem wel eens. Daar mocht je gerust van zijn. Gaat je nu nog meer stommiteiten uithalen? Stommiteiten? Niks van. Ik ga de gerechtigheid laten geschieden. Ik denk dat hier wel mooi staat, hè, mevrouw. Doe maar voort zoals je bezig bent. Jullie leveren ongelooflijk prachtig werk. Ik ga nog even wat spulletjes halen in mijn wagen. Goed. Christel, ik ben er ook mee weg. Tot straks. Ja. Kathleentje, en voorzichtig. Het zal niet mankeren. Ik vond het nog wel grappig toen Pieter van Mol gisteren zei dat hij in het vervolg beter elke verdachte zijn broek zou laten uittrekken. Ik vond het helemaal niet om te lachen. Maar het deed me denken aan mijn voetbaltijd. Zo allemaal samen onder de douche. Dat moet dus echt geweest zijn. Nee, er was er zo'n gast bij. Hij had een moedervlek op zijn beeld. Hij was... Scheelt er iets? Nee. Oh, dacht al. Ik vraag me af wat Chantal hierover moet denken. Je bent toch zeker dat die Erik al die pesterijen toegegeven heeft? Dat zegt Van Mol toch? Meer kunnen ze hem niet aansmeren. Heeft Kim daar al iets over gezegd? Nee, nog niet. Ik heb wel de indruk dat ze mij de laatste tijd een beetje ontwijkt. Ja, dat zal nog niet. Hoe die Chantal het in haar kop haalt om eens zo'n leegloper aan te pappen. Erik leek geen leegloper, hè, papa? Je wou hem zelf nog een job geven. Ja, die cadet kon het in ieder geval goed uitleggen. Allee, ik ben weg. Ja. Wel leuk dat je nu wat geruster naar school kan gaan. Ja, dat wel, maar ik voel me nog altijd niet veilig. Ik weet niet wat dat is. Kleintje, als je hebt meegemaakt wat jij hebt meegemaakt, is dat alleen maar logisch, meisje. Hm? Dag. Schat. Maar Rolf Vage gaat mij toch niet vertellen dat je daar nu echt niks kunt aan veranderen, hè? Een testament is een testament. Dat weet je goed genoeg. Je kent de gevolgen, hè? Een laatste wil is een laatste wil, Frederik. Oh ja? En deze laatste wil. Weet je wat dat is? Zever in pakjes. Dat is het. Daar kan ik ook niet aan doen. Daar kun jij niks aan doen, hè? Maar wel hopen poen scheppen. Omdat wij met onze immobiliemaatschappij al onze actes langs u laten passeren. Dat kun je. Wat bedoel je daarmee? Je weet heel goed wat ik daarmee bedoel. Jij snijdt in uw eigen vlees en je merkt het niet eens. Ik merk dat goed genoeg. Maar als ik daar niets kan aan veranderen, kan ik daar niets aan veranderen. Punt, andere regel. Maar jij gaat veranderen. Want wij pakken een andere notaris. Ook punt, andere regel. Zeg jij me dan wat ik moet doen? Jij met je lumineuze ideeën. Verklaar die erfenis ongeldig. Als het zo gemakkelijk zou zijn... Ik zal desnoods wel getuigen dat tante Zulma ze niet alle vijf meer op een rij had toen zij die erfenis op papier zette. Dat kan toch niet, dat weet je toch ook? Nou ja, maar omdat jij zegt dat het niet kan, kan het niet, hè? Maar je kent de gevolgen. Dat is chantage, Frederik. Pure chantage. Noem het voor mijn part zoals je wilt, Jan. Maar als wij moeten wachten op dat kuisvrouwen van die school... gaan we allemaal failliet. En ik verzeker u dat
jij mee de dieperik ingaat. Notaris of geen notaris. Pieter van Mol zal die aanrander in deze dagen wel bij zijn kladden hebben. Je zult dat wel zien. Je hebt je politieman wel graag, hè? Voor een flik is dat een toffe gast. Ik denk alleen dat ik mijn gedachten over hem een beetje moet veranderen. Wat bedoel je? Die drinkt geen genever. Die drinkt vodka. Dat ruik je niet. Zeg, Louis. Jij hebt een rare gewoonte om altijd maar te raden wat de mensen graag drinken. Koop jij zelf maar eens een flesje pastis. Pastis? Hm? Voor Guusje van de Galerij. Dat ziet er mij zo een en uit. Denk je? 100% zeker. Dat doet er mij aan denken. Ik zal er vanavond niet zijn. Weer al niet? Ik heb afgesproken dat ik nog een beetje zou gaan helpen in de galerij. Is daar zoveel werk tegenwoordig? We hebben er geld in gestoken, dus dat moet opbrengen. Hè? Ah, dat heb jij goed gezien. Heel goed. Lieve Gerda, beste zonen. Met mijn verontschuldigingen voor de rommel die jullie hier waarschijnlijk zullen vinden. Het doet mij enorm veel verdriet, maar ik kan op deze manier niet verder leven. Denk maar niet dat het jullie schuld is, niet in het minst. Maar iedereen moet weten dat ik in mijn leraarsloopbaan altijd het beste heb voorgehad met mijn leerlingen. Wat mij nu overkomt, lijkt voor buitenstaanders misschien niet zo ernstig. Maar mij raakt het in het diepste van mijn ziel. Zorg voor jullie moeder, Konrad en Brecht. En jij, liefste Gerda, jij bent een sterke vrouw die hier wel overheen komt. Er zijn er die dat denken, maar ik ben helemaal niet gek. Hou op met die onzin. Besef jij wel wat ze me aandoen, Gerda? Je bent het allemaal veel te zwaar aan dramatiseren. Schorsen mij. Er lopen klachten tegen mij. Moet je daarom zo laf zijn om er een eind aan te maken? Ik wilde jou en onze zonen die schande besparen. Ik denk echt dat je helemaal niet meer weet wat je doet. Dit soort werkers. Het is toch goed gelukt? We hebben er moeite genoeg voor moeten doen. We zitten niet voor niks in het laatste jaar. Ik moet me nog altijd eens verontschuldigen, Jeroen. Nergens voor nodig. Toch wel. Ik weet wat voor een kieker jij bent, Marco. Ik heb trouwens een telefoontje gekregen van de Atletiekbond. En ze gaan me niet schorsen. Je kunt er dus van uitgaan dat uw planneke mislukt is. Iedereen op post? Altijd, hè. Ja, Sandra, ik heb nieuws voor u. Mm-hmm. Die Rolex. Je zou er mij een pleziertje mee doen als je mij er nog zo eentje zou kunnen bezorgen. Ik weet het, Renaat. Ze behandelen je momenteel niet goed, maar je mag ook niet gaan overdrijven. Ik kan het niet verdragen dat ze aan mijn goede bedoelingen twijfelen. Er zijn nu eenmaal klachten. Daar kan de directeur ook niks aan veranderen. Kom me hier in godsnaam vandaan. Je weet hoe dat gaat, dat is een kettingreactie. Er komt één klacht binnen en dan is de sneeuwbal aan het rollen.
betekent nog niet dat de directeur niet een en ander naar verhouding zou kunnen inschatten. Dat is zo. Maar als jij domme dingen doet, dan beken je schuld. Begrijp je dat? Ja. Ja, het spijt me dat ik ook maar een ogenblik met die idee gespeeld heb. Er is gelukkig niks gebeurd. We zullen er maar over zwijgen. Wat doen we met Konrad en Brecht? Wat denk jij? Moeten we het hen zeggen? Ik zou niet graag hebben dat mijn zonen denken dat hun vader zwakkeling is. Goed dan. Dan beschouw ik dit als ons geheim. Dank je voor het begrip. Maar ik verwittig je wel. Nog één stommiteit en ik hang het aan de grote klok. En ook op school. Ja, Sandra, er is nog iets dat ik kwijt wou. In verband met die dreigbrief die je vorige week ontvangen hebt. Erik de Belder heeft al toegegeven dat hij die geschreven heeft. Maar ik weet wat het allemaal betekent. Wat dan? Ilaya is de onbereikbare vrouw. Onbereikbaar! Zij is het personage uit een boek van Knut Hamsum, Honger. En Ilaya is de vrouw die de schrijver tracht te bereiken, maar waar dat hij niet in slaagt. Sandra als Ilaya, Sandra als zichzelf. Je moet nu niet gaan kwalen op de Sandra haar gewelf. Misschien is het niet belangrijk, het is maar dat je het weet, hè. Heb je nog nieuws over mijn pa? Ik vrees van niet. Hoe is het nu eigenlijk met hem? Het is gewoon verschrikkelijk zoals die zichzelf verwijten zit te maken. Je kunt hem misschien gedeeltelijk geruststellen. Waarmee? De directeur is aan het praten met de mensen die klacht tegen hem hebben neergelegd. Misschien komt er wel een degelijke oplossing uit de bus. Trek je er weer op uit? Met een paar vriendinnen. In de serie. Wat ga jij doen? Straks naar het cafetaria en dan ligt nog eens naar de manege. Ik weet het nog niet. Hoe voel jij je? Ik mag niet klagen. Zeg, eigenlijk ben ik wel opgelucht te weten dat Erik de verkrachter niet is. Wil je die namen niet meer uitspreken, alsjeblieft? Je kan je ogen niet sluiten voor de feiten, mama. Hou op, hè. Enfin, wij weg. Kan laat worden, maar maak je maar geen zorgen. Dag. Dag. Iets drinken? Cola. Als het wel heeft, dan bedankt. Dag. Wat mag het zijn, mannen? Lukt het al een beetje, mama? Ja, ik heb met Fernand afgesproken dat ik het eens zou proberen. Maar het lijkt in orde te komen. Het is echt plezant. Voor mij een cola. En onthoud dat eens voor in het vervolg. Nog altijd een even grote bek, Marco? Ook al ben je compleet afgegaan. Dat hebben we al uitgepraat, mama. Ja, we hebben besloten om terug tegen dat stuk ongeluk te praten. Moet je wel zot zijn. De Frans, hè? Dat is nog een veel groter stuk ongeluk dan ik. Onthoud dat maar. Ik had dat spul nooit in uw drank kunnen kieperen als ik het niet van hem had gekregen. Kom aan, jong. Je hebt zelf tegen de Frans gezegd dat je dat nodig had voor school. En je hebt trouwens niet gelogen, want Jeroen die zit op school. Lepe kloot. Mannen, zet u hem. Gezondheid, hè. Oké. Skipbalbond. Steek eens een handje toe, Marco. Forget it. Ik zal wel even helpen, mama. Dank je. Ik hoop dat mijn moeder haar Frank nu eindelijk gevallen is. Het kan toch gewoon best zijn dat zij Erik graag zag? Mijn moeder ziet nogal veel mannen graag. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik vraag me soms af of jullie wel goed met elkaar overweg kunnen. Ik heb het daar soms moeilijk mee. Dat geef ik toe. Mijn moeder is gewoon een nymphomane, Kathleen. Daar heb ik mee leren leven. Je laat het wel hard klinken. Het is ook hard. Ja, dat kan ik begrijpen. Mijn moeder heeft dat blijkbaar nodig. En is haar huwelijk daar dan op stuk gelopen? Gedeeltelijk wel. Mijn vader kon het echt niet hebben dat zij hier met andere mannen was. Terwijl hij in het buitenland werkte. En jij wist daarvan?
Als kind al. Ik vloog vroeg naar bed en meteen daarna hoorde ik vreemde mannenstemmen. En als ik haar daar iets over vroeg, had ze altijd wel een of andere uitleg klaar. Zou je dat willen doen voor mij? Ik weet niet. Ik vind het nogal... Gênant? Ja, naakt voor een andere man zitten is niet dat ik elke dag doe. Ik heb wel eens meer naakte vrouwen gezien. Maak je daar dus maar geen zorgen over. Trouwens, hoeveel schilders werken er niet met een naaktmodel? Vooruit dan maar. Doe je het? Hier? Ja, al mijn materiaal is hier. We zorgen natuurlijk voor dat de voordeur vast is en dat er niemand van op straat kan zien wat er hier gebeurt. Oké. Zullen we direct aan beginnen? In de badkamer vind je wel een kamerjas. Geef me 2 minuten. Is mijn madame hier? Even naar de badkamer. Heb je het nodig? Nee, niet echt. Ik moest er iets vragen, dat is alles. Ze zal direct wel gaan komen. Heb je nu al een andere kijk op kunst? Voor mij is dat allemaal hetzelfde, jongen. Het ene was schoner dan het andere. Het is niet echt aan mij besteed. Wat zie je het liefst? Schoon, madame, zeker. Dan heb ik misschien een paar schilderijen in stok die je misschien zouden kunnen interesseren. En een paar in de maak ook. Doe geen moeite. Christel steekt al geld in de zaak. Dat is wel genoeg, zeker. Zoals gewend. Kop koffie. Geef me liever een goeie pint. En pak jij eens een pastis. Ik denk dat jij dat graag drinkt. Hoe weet je dat? Van die zaken weet ik alles, jongen. Ben je klaar, Gust? Je moet geen schrik hebben. Het is niet wat je denkt, hè? Christel depaneert me alleen als model. Hey, hallo. Hey. Nu moet je allemaal eens goed opletten. Wat gaat het doen? Dat zult je wel zien, Sander. Hey, mag ik allemaal eens jullie aandacht? Ik heb plezierig nieuws. Waarom doet die zot nu ineens zo plechtig? Eigenlijk zou mijn pa dit moeten doen, maar je kent hem mee. Die is daar veel te bescheiden voor. Is nu al goed, Marco. Mijn zoon moet je niet letten. Je weet waarschijnlijk allemaal dat mijn pa de Frans Horens heeft gezet. Hij heeft je weggepromoveerd naar Gent. Vandaar dus dat Godelieven en Jeroen achter de bar staan. Vanaf nu werken die hier. Al zal Godelieven wel moeten oppassen. Want met mijn pa weet je maar nooit. Liever dat je niet naar hier komt, Hans. Waarom niet? Omdat ik het niet wil, oké? Okay? Heb het toch goed gehad? Je hebt altijd van mij geprofiteerd, dat is al. Takkenwijf! Heb ik geen haar veranderd, jij? Jij ook niet. Denk je nu echt dat ik vergeten ben wat je mij hebt aangedaan toen ik pas 18 was? Ja, toen graag genoeg. Je hebt me toen gedwongen om met jou naar bed te gaan. De enige reden waarom ik het niet tegen mama gezegd heb, is dat Kim geen pijn wou doen. Nog 1 keer, Hans, nog 1 keer. En ik zeg het wel. En dan verlies je je dochter voorgoed. Verdwijn! Verdwijn! Mijn zoon bedoelde inderdaad dat mevrouw Bruikeniers vanaf nu hier komt werken. En ik ben ervan overtuigd dat ze het even goed zal doen als Frans. Ik heb Frans inderdaad gepromoveerd. Hij is nu directeur van onze vestiging in Gent. Je durft hem niet op straat zitten en je bent te laf om hem in uw buurt te houden. Hou onmiddellijk op. Hij kom, sla maar als je durft. Ik begrijp niet hoe jij je zo kan zijn. Je moet de rollen niet omdraaien, hè, pa. Ik ben de dader, niet jij zijt het. Hou op, Marco. Bemoei je met uw eigen zaken. Jij zijt de vader van de kleine van Greet. Geef dat toe in het openbaar. Ik heb dat al toegegeven.
alsjeblieft naar huis gaan. De zaak wordt gesloten voor vandaag. Het is toeval dat ik je daar nog tegen het lijf liep. Ik wou op bezoek gaan naar Elisabeth, maar... Het is gek dat je eigenlijk nooit goed met haar hebt kunnen opschieten. Ik heb er wel begrip voor dat ze het moeilijk heeft nu. Enfin, mocht ze iets zeggen, ja, dan weet je dat ik er ben geweest. Oké. Ik dacht dat je nog in het buitenland was. Nee, er is iets tussen gekomen. Vechtpartij bedoel je? Nee, is voor mij een non-event. Daar wil ik het gewoon niet over hebben. Dus je bent nog altijd op hotel? Het leven van een zakenman kan hard zijn. Bedankt voor wat je Kim gegeven hebt. Ze is het waard. Ik heb haar zelden nog zo gelukkig gezien. Waar is ze nu? Ze is naar het cafetaria van het sportcentrum met haar vriendin. En daarna zou ze nog eens naar Sanssouci gaan kijken. Sanssouci? Ja, haar veulen. Ze heeft haar veulen zo genoemd. Ik weet wel dat het volgens het stamboek anders heet, maar... Oh, Sanssouci. Oh, ja, natuurlijk. Nee, ja, ja, leuke naam. Ik heb... Iemand van het hotelpersoneel vertelde mijn verhaal. Zo? En tot mijn verbijstering kwam jij er ook in voor. Ik? Het schijnt dat diezelfde Erik, waarmee ik zo ontzacht heb kennis gemaakt, jou een paar van mij zijn streek heeft geleverd. Het zal daarover zijn dat die politieregisseur met hem nog wou spreken. Ik weet niet wat dat u bezielt. Waarom doet ge dat? Och, pa, jij denkt dat met geld alles te koop is. Wat wilt ge daarmee zeggen? Ik weet dat je Greet geld hebt gegeven om er vanaf te zijn dat je Frans een ander job hiet op dat hij zou zwijgen en noem maar op. Hebt gij niets mee te maken? Nee, misschien niet, nee. Maar die kleine in Greet daar een buik, die gaat me wel aan. En als dat kind ook maar iets overkomt, dan zult ge daarvoor opdraaien. Zijn gij ooit iets tekort gekomen misschien? Ja, pa. Ouders. Dat ben ik tekort gekomen. Je moet me geloven, Hans. Ik heb inderdaad iets met die man gehad, maar ik kon toch niet vermoeden dat er iets aan de hand was met hem. Wil je nou een wonder oprijden, lieverd? Maar hoe dikwijls heb ik niet voor dit soort dingen gewaarschuwd? Je hebt gelijk. Heeft het nog gevolgen voor jou? Nee, alles is goed afgelopen. Gelukkig maar. Maar ik heb niets fout gedaan. Papa. Schatje. Wat een geluk jou hier te zien. Mijn reis naar het buitenland is even uitgesteld. Je moeder en ik kwamen elkaar toevallig tegen. We vonden dat we maar eens moesten praten. Dat zouden jullie wel vaker moeten doen. Je bent zo vroeg thuis? Ja, problemen in de cafetaria. Maar daar ga ik jullie nu niet mee lastigvallen. Kunnen we er een gezellig avondje met ons drieën van maken? Wat mij betreft kan dat. Waarom niet? Dan ga ik nu meteen thee zetten. Daar heb jij natuurlijk niet aan gedacht. Ik heb je vandaag nog niet bedankt voor Sanssouci. Ja. Alle crisis in de wereld kunnen wat mij betreft nu de pot op. Ik wist niet dat Guusje Brot zo'n vunzig ventje was en daarmee uit. Er is toch niks vunzig aan? Ah, nee, zeker. Zo nu een blote tussen die schilderijen gaan rondlopen. Wie schat, alstublieft. Moet dat nog niet overdrijven en roep ze niet, moeten de buren het horen? Ja, je kunt het ook als een eer bekijken dat die schilder uw vrouw als model wilde, pa. Gaat jij nu ook al beginnen, begon? Kom, het is toch waar. Bekijk een keer alle schilders van de wereld. Die hebben allemaal al een naaktmodel geschilderd, hoor. Oh, dat zal dan wel. Er zijn zelfs vrouwen, pa, die in hun blote in de klas gaan zitten om een centje bij te verdienen. En dan staan er zelf een stuk of 10 studenten op te kijken. Jij bent toch echt wel van een oude stempel, gij, hè? Allee, schat. Zou jij dat nu echt graag doen? Dat is veel gezegd.
Maar ik zou het misschien toch wel eens willen doen. Uiteindelijk is Gustje niet zomaar de eerste en de beste. En als hij naam maakte, is dat schilderij misschien later enorm veel geld waard. Is dat zo? Er zijn schilderijen die meer waard zijn dan de huizen waarvoor jij beton levert, pa. Jij bent zot zeker? Als je goed uit je ogen kijkt, zijn het de beste beleggingen die er zijn. Als het zo zit. Maar als dat schilderij dan af is, van wie is dat dan? Ja. Van de schilderen? Daar zijn we vet mee begot. Je kunt het ook kopen. Voor in de slaapkamer? In de living zie ik dat nu niet meteen hangen. En hij zal wel een prijsje maken voor zijn model. Even recapituleren. Dus als ik het goed begrijp, doet Godelieve hier een goede zaak aan. Op lange termijn wel. Maar zoals u weet, wordt het op korte termijn wel een beetje moeilijk. En wat dus niet belet dat er derden mee mogen investeren? Het testament zegt alleen maar dat het huis moet bewoonbaar gemaakt worden. Hoe dat moet gebeuren, staat er niet bij. Goed dan, kunnen we praten? Bedoelt u dat u er geld wil inpompen? Ik ben eens in de stad gaan rondneuzen. Die onkel Frederik. Is die niet in relatie met een bouwpromotor? Met het grootste immobiliekantoor van de stad, ja. En die zien hier geld in? Natuurlijk zien die er brood in. Dat kan een heel grote verkaveling worden. Dan investeer ik. Ik moet er u toch op wijzen dat het mevrouw vrij staat haar eigendommen te verkopen in de staat waarin ze zich bevinden. Ja, dat begrijp ik. In haar geval zou ik daar toch nog eens goed over nadenken. Zijn er kopers? Er zijn kandidaten. Onkel Frederik? Ik mag u niet alles zeggen, meneer... De Vlieger, Gert de Vlieger. Nee, notaris, ik begrijp wel dat u in dat soort zaken kies moet zijn tegenover derden, maar... Vergis ik mij als Frederik de Vogelaar kandidaat is? U vergist zich niet. Goed dan. Heeft u even tijd? Ik kan tijd vrijmaken. Dan stel ik voor dat we nu naar uw kantoor gaan. En de eerste documenten opmaken aangaande de participatie in de kosten die aan dit woonhuis moeten gemaakt worden. Heb jij een minuutje voor mij? Voor wat is het? Dat weet jij goed genoeg. Is dat slimmer geworden, of wat? Een heel stuk slimmer. Dus we kunnen zaken doen? Dat hangt er vanaf. Waarvan? Wij kunnen over zaken praten als jij mij een plezier doet. Zeg het maar. Ik zorg ervoor dat jij aan spul geraakt dat ze nog niet kunnen vinden. En dan zorg jij ervoor dat Fernand van Loon zijn bad kan dichtdoen. Je wilt dus gewoon dat ik iedereen verbied om nog naar het sportcentrum te trekken. Verbieden kunt je dat niet, dat weet ik wel. Maar je kunt er wel veel aan doen. En mijn zaak in Gent doet gedraaien. Geef me kans om die klootzak te nekken. Ik dacht dat jij en Fernand twee handen op één buik waren. Waren, ja. Sinds die affaire met mijn vrouw. Doe mijn plezier. En doe Fernand zijn boekje maar overal lopen. Zoveel negatief weet ik er niet over te zeggen. Dat is uw probleem. Maar als jij me helpt, dan zorg ik ervoor dat uw atleten de één wedstrijd na de ander winnen. En pas op. Als atleten winnen, dan is dat goed voor de trainer. Dus je bent zeker, schat. Het mag. Oké. Als het alleen maar is om je te kunnen schilderen. Ik wil mij in die kunstkringen je ook niet laten kennen als een barbaar. Groot gelijk, pa. Maar tentoonstellen, dat vind ik iets anders. Ik wil niet dat iedereen zomaar kan zien hoe dat je eruit ziet. Maar dan kunnen ze toch alleen maar jaloers worden op hun beton, papa? Ja, maar
Je moet de kat nu ook niet bij de melk zetten. Weet wat je doet? Ga je de volgende keer mee als hij mij aan het schilderen is. En breng nu een tweeloop mee. Niks daarvan. Dan kan hem geen rechte streep niet meer trekken. En dat zou toch nog alle schilderij worden dan. Allee, kom. Stap in. Goedemiddag. Hallo. Meneer Van Loon. Meneer De Vlieger. Wat mag het zijn? Puntje. Puntje. Cola. Hoi. Hey, Frans. Hallo. Hallo. Als je straks tijd hebt, kunnen we misschien de zaak bespreken. Geen probleem. Sorry voor gisteren, maar... Oh, maar dat was jouw schuld niet. We kennen Marco allemaal. Er mag wel eens een keertje iets gebeuren met Marco, hè, meneer Van Loon. Dat zal gebeuren. Ik weet alleen nog niet hoe, maar hij zal zijn lesje wel leren. Het verbaast mij eigenlijk u hier te zien, meneer De Vlieger. Gert en ik zijn goede vrienden. Hij heeft mij gebracht. Het leek ons interessant om iets meer te weten over de voorwaarden. Vertrouwt u mij niet misschien? Niet vertrouwen is veel gezegd, maar ik vind wel dat Godelief moet weten waar ze aan toe is en hoeveel dat ze verdient. Ja. Nee, Sandra is er niet. Ik weet zelf niet waar ze is. Wat je mij daar vertelt, daar heeft ze mij niets van gezegd gisteren. Ze zal het gênant gevonden hebben. Gênant, Sandra? Dat zal dan ook wel de eerste keer zijn. Heb je ze dringend nodig? Niet echt. Ik wou gewoon een paar notas van haar lenen. Ik zal dat morgen wel doen. Ik heb niet veel tijd. Mijn vader is in het land. En ik moet nog weg met mijn mama ook. Ik zal zeggen dat je geweest bent. Als je dat wil doen. Goh, zeg, je had het gezicht van Jeroen moeten zien gisteren. Toen de macho zei dat Godelieve moest opletten voor Fernand. Ik was al bang dat Jeroen hem weer zou neerslaan. Want ik kende Jeroen. Soms is hij zijn zenuwen niet de baas. Wat is dat daar eigenlijk allemaal met die vrienden van jullie? Niks. Het zijn allemaal varkens, zegt Sandra. Dat meen je niet. Maar we kunnen hen niet missen. Hoewel ze de ene stommiteit na de andere uithalen. Vertel mij eens eerlijk. Is Sandra zot van de macho? Verlangen niet. Ja, ze doet hem dat wel geloven. Dan dansen ze wat meer naar haar pijpen. Dat ze maar oplet dat ze daar geen problemen mee krijgt. Problemen, Sandra. Daar heeft ze niemand voor nodig. Ze werkt er zichzelf wel in. Denkt je dat dat lukt, Godelieve? Tussen 6 en 10 uur 's avonds. Ja, dat kan geen probleem zijn. Jeroen zal zich wel wat moeten aanpassen, maar die is er al groot genoeg voor. Ja, en dan is die meestal toch niet thuis, hè? Ja, ook. Je bent er toch zeker van dat dat mag van de school? Niemand kan mij dat verbieden. Komt je dan even mee naar kantoor? Dan kunnen we meteen contracten in orde maken. Hè? Ik begrijp niet hoe je die kerel kunt verdragen in uw buurt. Laat ons zeggen dat ik hem het liefst van alleen doog hou. Verdikke zeg, dat dat u nu juist moet overkomen. Hoe lang kennen wij elkaar al? Lang? Heb jij al ooit geweten dat ik Jan zat? Niet echt. Voor het ongeluk geboren, zo zeggen ze dat. Maar pas maar op. Ik pak die Van Loon nog wel bij zijn kloten. Op het moment dat hij het minst verwacht. Dus het was de eigenaar van de caravan alleen maar voor het geld te doen? Zo te zien wel, meneer Biesemans. Beton. Alsjeblieft, beton. Zeg maar, dat is wel een ongelooflijk verhaal wat u nu vertelt, meneer Van Mol. Wat wilt u? Soms is de realiteit nog gekker dan fictie. Ja, maar het komt er wel op neer dat we nog geen stap verder staan. Die code in de marge, die heeft hem gewoon de das omgedaan. Hoe? Die PDB 29, dat was zijn adres. Pater de Belderstraat 29. We hebben die gast natuurlijk onmiddellijk uw cheque teruggevraagd. Oh. Gelukkig was hij er nog niet meer naar de bank geweest. Maar, ja? Hoe kon die weten welke letters er moesten uitgeknipt worden? Die klopte toch? Kom aan, pa. Die zetel laat hij meekomen. Waar naartoe? We gaan een eindje joggen. Oh, daar ben ik helemaal niet voor in de stemming. En zeker niet voor in de vorm. Ja, dan moeten we die vorm aankweken, hè, pa. Alleen vooruit ga je joggingpak aantrekken. Ik wacht wel. Mijn jongen toch. Nee, vooruit. Luisteren naar het zoneke. Allee, vooruit, hè, maar. Kom maar. Ik heb onze pa naar boven gestuurd om zijn joggingpak te gaan aantrekken. We gaan lopen. Hoe heb je dat gedaan gekregen? Ah, pure overredingskracht, hè, ma. Dan begin je dat ook al te leren.
Hij moet zijn zinnen wat verzetten. Dat heb ik al 1000 keer gezegd, maar naar mij wil hij niet luisteren. Nou, ik denk dat hij het moeilijk heeft. Hij zal nog een tijdje nodig hebben om een en ander te verwerken. Maar daarna zal het wel beter gaan. Als hij maar geen gekke dingen doet. Zoals? Ik zag daar gisteren op tafel een kommeke water staan en een groot keukenmes. Ik dacht, die gaat zijn polsen toch niet oversnijden, zeker? Dat had ik gewoon nodig in de keuken. Wel, het is eigenlijk heel simpel. De vrouw van die gast werkt op het politiebureau als poetsvrouw. Ze heeft gewoon een fotocopie genomen van die dreigbrief. Zomaar? Nee, nee. Mijn schuld. Ik had hem 's avonds op het bureau laten liggen. Sorry. Tot ziens. Krijg daar nu nog maar een kop aan. Dus die caravaneigenaar wilde er gewoon geld uitkloppen. Ach, schat, breek er je kop niet over. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is wat moet komen dat het belangrijk is. Maar het is eigenlijk waar. Oh, zeg. Ik denk ineens aan iets. Wat zou ervan zeggen als ik nog een andere werf zou opstarten? Het is wel aan de andere kant van het land. Ik weet niet. Heb je daar de kans toe? Dat is altijd afwachten, maar... De geruchten doen er onder over een grote verkaveling. Maar het schijnt nog iets te zijn van een erfeniskwestie. Als jij dat wil, moet je dat maar doen. Ja, maar het is kwestie van rabijten zijn, dat weet je toch. Ik weet dat jij een neus hebt voor zaken, schat. Dus als je aan de andere kant van het land wilt gaan bouwen, dan moet je dat maar doen, hè. Ik zal er nog eens over nadenken. Maar jij ondertussen niet te veel blote portretjes laten maken, hè. Oh. Hoe was het? Amai. Je zou dat niet zeggen, maar... Uw man zit nog beter in vorm dan dat ik dacht. Als Van den Velden dan gaat joggen, kan hij met de beste mee. Zonder doping, zonder mokken en dan voor een oude P. Van den Velden is een oude en ze noemen hem de rat. Maar zijn zoon moet hem vertrouwen of de school ligt op een gat. Jongens, ik ben blij... dat ik al die stress eindelijk eens kan afreageren. Zie je nu wel dat dat goed doet, schat? Ja, dat is waar, ja. Wel dan, hang dan vanaf nu niet meer de sikkeneurige oude grijsaard uit. Je scheelt er iets? Je kijkt zo vrolijk. Jij kunt nooit raden wie ik nu in het joggingpak gezien heb. Nee, dat kan ik niet. Zeg maar. De rat. Meneer Van den Velden? Hemzelf. Hij was met Koenraad aan het joggen. Niet dat ze er veel van bakten, hè, mama. Je hebt ze toch niet uitgedaagd? Tuurlijk niet. Ze hebben wel geprobeerd om mij te volgen. Ik ben dan wat trager gaan lopen, hè. De rat was zich aan het afreageren, of wat? Ik denk het. Hij zag er in ieder geval heel vrolijk uit. Wat? En dat gebeurt niet vaak, hè. Ja. Zeg, ik heb zin om iets te gaan drinken. Gaat je mee de stad in? Oh ja, waarom niet? Oké, ik ga mij omkleden. Zeggen, ze hebben betaald in de manege. Ik trakteer. Middag, dames. Ach, Jules. Alles naar wens? Zoals gewoonlijk, hè, Jules? Zoals gewoonlijk. En met Sylvester en Flying Girl en Sans Souci ook alles. Oké. Die zijn in goede handen, hè? Dat weten we. Oh, Jeroen kon niet komen vandaag. Toffe kerel, hè? Ik heb hem zelfs onlangs wat extra pregegeven. Hier, Jules. Geef hem dat ook maar van mij. Een extraatje. Dank je, ik zal het hem geven. Zeg, er zit iemand op jullie te wachten. Ah, wie? Zou je wel zien, hè? Alsjeblieft, voor jou. Voor mij? Ze zijn prachtig. Doe me plezier en neem die bloemen aan, Chantal. Waarom? Ik vind dat ik wel goed te maken heb voor mijn impulsief gedrag van vorige week. Maar dat is minder belangrijk. Volstaat het als ik zeg dat jullie nog steeds een stuk van mijn leven uitmaken? Het is uit tussen ons, Hans. Dat is een uitgemaakte zaak. Kom aan, het was toch gezellig met ons drietjes samen? Gezellig wel, ja. Voor één avond. Ik vraag je om terug te mogen komen.
eigenlijk wel. Maar je hoeft er niet direct een antwoord op te geven. Ik vertrek morgen naar het buitenland. En als ik weer in het land ben, dan praten we er dus over. Dus je hebt dat allemaal al geregeld? Ik heb naar de bank gebeld, ik ben naar de notaris gegaan. Alles gezellig geregeld. Je bent zo'n schat, hè? Weet je dat? Alles staat op papier. Mij kan niks overkomen en jij hoeft je geen zorgen meer te maken over die erfenis. Ja, en onkel Frederik dan? Die houdt zich bezig met die mobiliën. Dat is zijn probleem. Daar hebben wij niks mee te maken. Zeg, bedankt, hè. Dat je dit voor mij hebt willen doen. Doe dat natuurlijk niet voor iedereen.